Rusland laat het publiek voor het eerst in jaren weer meebeslissen welke act er dit jaar naar het Eurovisie Songfestival moet. Op 8 maart vindt de nationale finale plaats, zo werd dinsdag bekendgemaakt door de verantwoordelijke omroep Channelone. Tekst gaat verder onder advertentie: het is nog niet duidelijk of Little Big ook aan de finale meedoet. De punkpop-ravenband zou vorig jaar eigenlijk meedoen met het lied UNO. Het nummer gooide hoge ogen bij de bookmakers en de clip, waarin de leden van Little Big een bijzonder dansje deden, werd tientallen miljoenen keren bekeken op YouTube. De laatste keer dat Rusland een nationale finale organiseerde was in 2012 toen de omaatjes van Buranovski en Babuski wonnen met Party for Everybody. Zij werden uiteindelijk op Eurovisie Songfestival tweede achter de Zweedse Lorenz uit Buzzelets Blokkade S.